Nee, dit is niet het spektakel wat je wilt. Aan de andere kant was het wel een prachtige wedstrijd. Adorján probeert er tussen te komen. Dan zijn ze daar weg. En is de kans voor Houtkoop. Kolder 1-0. Ja! 1-0! We van het begin af aan. En ik vind eigenlijk de hele wedstrijd ervoor geknokt. Alleen in het begin stonden we gewoon een aantal keren niet goed. Er werd met te weinig lef gespeeld in mijn ogen. Aan de bal, maar ook als de tegenstander de bal had. Het is ook lef tonen, verder vooruit durven gaan en je man los durven laten en door durven dekken. Nou ja, dat willen we. We willen vooruit en je ziet ook, dan zijn we ook beter. Dan, Adorján, onderkant lat. Wat heerlijk getrapt. Lechert vindt natuurlijk van Turuç. En Van der Velden. De gelijkmaker gemaakt door Seri in de extra tijd. Dat is slordig. Als je dan toch geen haast ontwikkelt omdat je die eerste helft veilig wil uitspelen, zorg dan dat je bal op zit houdt. Ja, het was een fromme bal en ja, ik kreeg hem voor mijn voeten. Ik neem hem mee. Ik kon ook zelf schieten, maar ik zag Seri naast me lopen en ik denk ja, toch voor de zekerheid gaan en dat hij me inschiet. Ja, dat geeft toch wel net voor rust toch wel even een kick. Ja, naar zijn linker zoekende. En dan terug het veld ingebokst door Bizot. Arm in voordraaien. Kolder, Kolder, Kolder. 2-1! Tweede goal, Marnix Kolder. Van der Velden. Of nee, kost iets natuurlijk. En langs richting Van der Velden. Daar Adorján. En ja, het staat 2-2. Ja, ze vallen rijp appelen. Turuç erlangs en nu voor, Turuç achterin. Dan moet Antonia koppen, Kolder, nog eentje. Of wordt het Houtkoop, of wordt het Schenk. Het is 3-2, ja, Schenk. De linksachter mag hem maken. Is het dan te scoren, juist tegen FC Groningen? Ja, dat is voor mij niet zo heel speciaal. Nee, ik heb geen rancune tegen Groningen of wat dan ook. Ik heb daar een goede tijd gehad en ben blij dat ik daar heb mogen voetballen. En of ik nou scoor tegen Groningen of tegen ADO Den Haag, dat is voor mij hetzelfde. Wie loopt hem daar binnen? Oh, Rooms het mis en daar de volgende. Het is geen 3-3. Nee, want die bal wordt door Van der Linden nog van de lijn gehaald. Zo, dat is inkomen, Lechert. Geel voor hem. Adorján krijgt een kaart omdat hij overgehoord toucheert. En die is meteen... De Sjaak. Hij krijgt rood. Kolder. Turuç. Tussen drie man in. Vrije trap. Overtreding is Lechert. Oh, en dan is dat geel voor hem. Dan is het voor hem ook rood. Dat is heel snel achter elkaar. Ik denk dat wij gewoon echt ja, geknokt hebben voor elke meter. En, het is alleen zonde dat je het pas beseft na die twee rode kaarten. Van der Linde op de lat. Nou! Het allergrootste winpunt van vandaag is dat je mentaliteit hebt getoond. We kregen natuurlijk vorige week kom je achter en storten we in. En deze week kom je 3 keer achter en 3 keer herpak je. En Zeefuik de kans krijgt op 3-3. Zo. Ja, en wat er dan gebeurt, dat mag eigenlijk natuurlijk niet gebeuren. Als er 2 mensen worden uitgestuurd bij Groningen en ja, wij krijgen nog een goal tegen, dan mag je dat gerust amateuristisch noemen. De 3-3, ja! Nou. En het is Zeefuik, ja. Die maakt hem. Hij maakt 3-3. Maar ja, met 2 man minder op het veld. Vallen en opstaan. Ja, maar het wordt wel tijd om iets vaker op te staan. En er wat minder te vallen. Dat zou wel lekker zijn.